Deens rabat is de laatste tijd ongelooflijk populair en het komt natuurlijk door de moderne uitstraling met de smalle latjes. Ik heb hier een Deens rabat triple profiel in red kwastwood. Red kwastwood is eigenlijk grenen of vuurhout dat kunstmatig teruggedroogd is en daarna ecologisch geïmpregneerd. En daardoor krijg je een beetje de uitstraling van Larix Douglashout. Deze is zowel verticaal als horizontaal te bevestigen en na verloop van tijd zal die gaan vergrijzen. Zie hier de vergrijste variant horizontaal bevestigd. Het leuke aan het Deens rabat red kwastwood is dat hij veel gunstiger geprijsd is dan bijvoorbeeld een hardhouten variant, maar wel diezelfde luxe uitstraling geeft. Waar je rekening mee moet houden bij de verwerking, is dat je hem altijd een paar millimeter ruimte geeft, zodat hij nog kan werken. Het is natuurlijk kunstmatig teruggedroogd, dus het zal uiteindelijk nog gaan uitzetten. Ook zal hij door het impregneren aan het begin wat vlekkerig kunnen ogen, en dit trekt na verloop van tijd zelf weg. Wil jij nou meer informatie over onze red kwastwood triple profielen? Kijk dan even op gadero.nl. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.